We staan hier vandaag bij Beugelsplein om aan stadsarcheoloog Theo de Jong te vragen wat zij hier precies aan het doen zijn. Theo, Helmond is een oude stad. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, ik denk het wel. Helmond is inderdaad een oude stad die vanaf de middeleeuwen gegroeid is tot wat het nu is. En wij staan nu eigenlijk in het oude stadscentrum, vlakbij de Hoogeindse Poort. Er stond vroeger een stadspoort hier in de buurt van de Vlisco. En de stadsgrachten die lopen ook om dit terrein. Dus we staan op het terrein aan de Kerkstraat Zuid. En daar wordt op dit moment een opgraving uitgevoerd om op zoek te gaan naar de vroegere sporen van die binnenstad. Een oude stad betekent veel fondsen. Hoe is dat in Helmond? Helmond is natuurlijk een kleine stad. Hè. Het is geen Utrecht of Amsterdam of Maastricht. Het is natuurlijk, of Den Bosch. Het is natuurlijk een kleine stad, een provinciestad. De mensen waren hier ook iets minder bedeeld dan in die grotere steden. Maar dat wil niet zeggen dat er hier geen mensen woonden. En juist ook van die gewone mensen willen we de geschiedenis kennen. En we willen ook de geschiedenis van Helmond juist in beeld brengen. Die we uit de archieven voor een deel kennen. Maar bij opgravingen gewoon sterk kunnen aanvullen met nieuwe informatie. Wat heeft hier vroeger gestaan? Dit terrein is onderdeel van de oude middeleeuwse stad. Voor de traverse in de jaren 60 de stad doorkruiste, behoorde dit tot de binnenstad. We staan aan de Kerkstraat. De Kerkstraat is natuurlijk de straat die vanuit de kerk doorloopt naar de Hoogeindse Poort. Hier stonden huizen met keldertjes eraan, met waterputten. Ambachtelijke activiteiten. We hebben houten tonnen gevonden met die mogelijk wijzen op het looien van leer op deze plek. Of een schoenmaker of zo. En we hebben ook voorgangers gevonden van die huizen uit de late middeleeuwen die van hout waren gemaakt. En dat geeft dus inzicht in de eerste en de vroegste huizen die in de stad werden gebouwd. En wat er hier gebeurde aan deze straat. En vindt u af en toe ook persoonlijke spullen van mensen? Wat is persoonlijk? We vinden in elk geval gebruiksgoederen, wat mensen in huis hadden staan. Dus aan aardewerk, stukken aardewerk. Maar we vinden ook botresten van dieren die geslacht zijn, of huisdieren die hier gehouden zijn. Maar het is nog volop aan de gang, dus ik weet nog niet precies wat we hier gaan vinden aan materialen, maar ook aan persoonlijke dingen. Misschien zitten er wel inderdaad heel persoonlijke dingen bij. Die heb ik nog niet gezien hier van dit terrein. Ja. Wat hoopt u te vinden? Wat ik heel mooi vind is dat we met dit project een groot deel van de middeleeuwse stad in het zicht krijgen. Dus we zien de huizenbouw die verborgen was eeuwenlang onder de grond. En we krijgen dus inzicht in de vroegste gebouwen. Zoals die eruit zagen, zoals die gebouwd zijn, hoe de perceelindeling was. Maar ook wat die mensen in de middeleeuwen in huis hadden staan en wat ze gedaan hebben op deze terreinen. Daar hopen we dan ook iets van terug te vinden. Ja.